is goed. Can I hear an amen? Amen. God is goed. Goedemorgen, Rafel Amersfoort. Goedemorgen, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja, hebben we ook mensen in ons midden die hier voor het eerst zijn? Gasten? Ja, daar, kijk. Nog meer mensen, nog meer handen. Superleuk dat jullie er zijn. Van harte welkom. Voel je lekker thuis hier in deze familie. We aanbidden de Heer vandaag. We komen samen voor Hem, voor Zijn naam. Amen. We hebben ook Wietse en Ageet in ons midden. Yes! Gaan we even staan. Ja, onze reizigers wonen in Noorwegen. Door de Heer geroepen daar. En jullie gaan een hele reis met de Heer aan. Maar we zijn onwijs trots op jullie. Dat je gewoon radicaal Gods stem gehoorzaamt. En daarin bereid bent om je leven te zaaien. En een offergave te zijn voor de Heer. Maar weet je, fire falls on sacrifice. Amen. Dus jullie mogen gewoon leven in het vuur van God. Wietse heeft ook een cd gemaakt. Living Sacrifice is te koop. Fantastisch. Straks in de foyer. Ik heb drie handen nodig. God zei in de aanloop tegen mij: herinner. Herinner. Remember. Ik wil lezen uit Prediker 12, vers 1. Denk aan uw schepper in de dagen van uw jeugd. In de andere vertaling staat: denk aan je maker zolang je nog jong bent. Wie is er jong? Wie voelt zich jong? Denk aan je maker. Er staat: denk aan hem voordat de tijden komen dat je niet meer van het leven genieten kan. Of denk aan uw schepper voordat de kwade dagen komen en jaren naderen waarvan u zult zeggen: ik vind er geen vreugde in. Want als je in de omstandigheden geen vreugde kan vinden en je dagen worden ouder, jij wordt ouder, denk dan aan hem. Maar begin daar gewoon jong mee. Herinner hetgeen wat God in je leven gedaan heeft. Toen God dat zei, ben ik het ook gaan doen. Ik zei: Heer, wat is de eerste herinnering van u met mij? Wat is mijn eerste herinnering? En ik dacht aan die avond dat ik als kind, ik denk misschien 6 of zo, in mijn bedje lag. En ik trok altijd de dekens heel dicht om me heen, want ik was bang dat er enge beesten of spoken in mijn bed zouden kruipen als ik dat niet deed. Maar op een gegeven moment was ik er zo klaar mee, dat ik zei: rot duivel, ik ben zo klaar met jou. En wat er gebeurde, en dat is echt mijn eerste aanraking met de Heer, is dat er zo ongelooflijke vrede kwam in mijn slaapkamertje. En ik kon het toen nog helemaal niet duiden, maar ik herinner me dat moment gebeurd is. Dat God toen al zijn oog op mij had. Maar zo is het ook voor jou. Wat is de eerste keer dat God met je opliep? Denken aan is zachar of zakor. Herinneren, jezelf in herinnering brengen. In gedachten houden. Elkaar in herinnering brengen. Weet je, voor de Joden is dat een hele manier van leven zelfs. Die praten daarover met hun kinderen. Keer op keer op keer. En ze dragen het over. Hun eigen verhalen. De verhalen van papa en mama aan hun kinderen. Op zo'n manier wordt het evangelie, wordt het woord van God, wordt het verhaal van God levend gehouden en overgebracht. Doe dat ook. Yes, vandaag spreekt Maya. Woehoe! Lieve, ik ben onwijs trots op je, dat weet je. En ik zie er enorm naar uit wat God vandaag gaat doen. Ik heb echt hoge verwachting van God. En jij gaat het geweldig doen, samen met hem. De vreugde van de Heer, dat is jouw kracht. Daar gaat het over. Yes. We hebben vandaag nog een 10e offer. Daar zal ik zo wat over zeggen. Doopbespreking op 10 december. Let op. Het is een andere datum dan eerder gecommuniceerd.
10 december, als je wil, laten dopen op Oudjaarsdag. Wie zijn er in de huis die op Oudjaarsdag zich gaan laten dopen? Er zijn er al een paar, dat weet ik. Steek maar even je hand op. Ja, één hand zie ik daar. Volgens mij is daar nog een hand. Daar nog iemand. Ja, fantastisch. Kom naar de doopbespreking. We hebben er een getuigenisdienst waar we gaan horen van wat God allemaal gedaan heeft in het jaar, in de gemeente. Het tiende offer, het is de derde zondag van de maand. Dan halen we tienden op, of eigenlijk een offer voor het huis. Ook een gelegenheid om te spreken met elkaar over het geven van tienden. Eigenlijk, ik zie het zelf maar zo, het onderwerpen van je financiën aan jouw wil en aan Gods wil. In plaats van dat het over jou regeert, regeer jij over je geld en over je bezittingen. En weet je, het is niet iets wat gekomen is met de Mozaïsche wetten. Het was daarvoor ook al. Abel gaf tienden aan de Heer. Wist u dat? Jacob en Abraham gaven tienden aan de Heer. En als we het over Jacob hebben, hij vluchtte voor zijn broer en kwam bij Bethel. En daar ontmoette hij God. Genesis 28, vers 22. En dan gaat het ook weer over herinneren. Deze steen die ik als gedenksteen, hij zette een gedenksteen neer, namelijk de steen waar hij op geslapen had toen hij God ontmoette. Deze steen die ik als gedenksteen overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. Bethel, huis van God. En van alles wat u mij geven zult, belooft hij God, zal ik u zeker het tiende deel geven. Weet je, dit is een gelegenheid om te zaaien in dit huis. Op de stoelen, eens in de zoveel stoelen, ligt er een giftkaart, die mag je pakken. Er komt een QR-code op de beamer. Helaas nog steeds één kapotte beamer. Bid ervoor. Je mag de QR-code scannen om te geven vandaag. Net zoals onze voorouders vanaf de vroege tijden af. En Jacob gaf uit dankbaarheid. Herinner en geef aan Jezus uit dankbaarheid. Zullen we dat doen? En zullen we dan gaan aanbidden. Dus neem nog heel even een momentje om te schrijven, om de code te scannen. En dan gaan we met elkaar aanbidden. Halleluja. En dan mag je zo ook gaan staan, als je zover bent. Mag je gaan staan om de Heer te aanbidden. Dank u, Jezus. Vanochtend om de poorten binnen te gaan met de lobby. Zijn we er klaar voor om onze koning te ontmoeten? De koning der koningen, de Heer der heren. Zullen we met vreugde tegemoet gaan? Halleluja. Want weet je, de hemel is open. We hebben een open hemel en we mogen vrij, vrij, vrij bij onze koning naar binnen lopen. Halleluja. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik al denk of voel. Kom op! En ik ga. Want ik wil ontmoeten deze.
ik wil juichen. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slecht voor u. Wat ik ook denk of voel. Ga je mee? En ik ga. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten, halleluja. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam. God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. De goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw zijn tot in Amen. En ik ga. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik ga door de poorten. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. Ze zijn open en ik ga naar binnen en ik ga. En ik ga door de poorten met een loflied. En zie daar de koning der koningen staan. Als ik wil u ontmoeten. En hij wil ons ook ontmoeten deze ochtend. Ik ga door de poorten. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle lof. En ik zing u alle lof toe. Heb mijn handen tot u op. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed. Want de Heer is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ja, de Heer is goed. Zijn liefde en zijn trouw zijn tot in eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poorten met een loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. Hef mijn handen naar u op. En ik zing. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Halleluja. En ik zing u alle lof toe. Hef mijn handen naar u op. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. Ik prijs uw naam. God van de eeuwigheid. God van de eeuwigheid. U bent de eerste, u bent de laatste, u bent het begin en het eind, Jezus. En u willen we loven, u willen prijzen, want u bent het zo waard. U bent het zo waard, Jezus. U bent het zo waard, Jezus. Kunnen we onze Heer gewoon een applaus geven? Kunnen we hem dankbaar zijn? Kunnen we binnenkomen met een loflied en met een dankoffer van applaus? Halleluja. U bent onze koning, Jezus. Jezus, Jezus, Jezus. We prijzen uw naam, Jezus. Omdat u het waard bent, Jezus. Halleluja. Come on. Prijs hem, prijs hem, prijs hem. Prijs hem. Prijs hem, prijs hem, prijs hem.
We zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus. De woorden van ons hart gaan uit naar u. We proclameren u als overwinnaar. En houden vast aan de beloften van uw woord. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit, naar de hemel tot uw Heer. U hebt de hoogste plaats, want u hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Oh, 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 wij zijn gekomen. We zijn gekomen om u te aanbidden, Jezus. De woorden van ons hart gaan uit naar u. We proclameren u als overwinnaar en houden vast aan de beloften van uw woord. Alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot uw Heer. Want u hebt de hoogste plaats, want u hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Alles, alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot uw eer. Want u hebt de want u hebt alle macht, laat alles in dit huis zijn tot u weer. Oh, 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 halleluja, u bent koning, halleluja, majesteit, halleluja, dankzij u ben ik bevrijd, halleluja, u bent koning, halleluja, u bent koning, halleluja, majesteit, halleluja, dankzij u ben ik bevrijd, zing halleluja. Halleluja, dankzij u ben ik bevrijd. Want alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit naar de hemel tot uw eer. Want u hebt de hoogste plaats, want u hebt alle macht. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Want alles wat adem heeft, juich voor onze Heer. Elke hand strekt zich uit en naar de hemel tot uw eer. Want u hebt de hoogste plaats, maar nu het allemaal. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Dank u wel dat we vrij mogen zijn, Heer, omdat u ons vrij gekocht heeft, Jezus. Gekocht en betaald door uw kostbaar bloed, Jezus. Zodat we mogen leven in vrijheid, Heer. Dank u wel. Dat we mogen aanbidden in vrijheid, Jezus. Nothing can stop us. We've been running through the night with a fire that burns inside. A fire that burns inside. We are the free. We are the free. The freedom generation. Singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. There's a fire in our hearts and it burns for you. Yours is the glory. We are the risen, living a life in you, and our passion will not die. No, our passion will not die. Nothing can stop us. We'll be running through the night, and our passion will not die. No, no, our passion will not die. We are the freedom generation, singing of mercy. You are the one who set us all in motion. Yours is the glory. We are the free. We are the free. Gonna fade away. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. There's a fire. There's a fire in our hearts and it burns for you. It's never gonna fade away. We are the free and yours is the glory.
zult altijd voor ons strijden. U heeft steeds uw trouw getoond. Deze waarheid is mijn blijdschap. Heer, u draagt de zegenkroon. U mijn helper en beschermer. U mijn redder en mijn vriend. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Waar uw grootheid wordt bezongen, wil ik knielen voor uw troon. Waar u bent, verstilt de onrust, want u draagt de zegenkroon. Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Jezus overwon. Jezus overwon. Halleluja. Prijs hem die de altijd voor ons pleiten. U zocht door tot u ons vond. En geen macht kan u bestrijden, want u draagt de zegenkroon. U bent Jezus de Messias, die de wereld redding biedt. Uw genade is mijn adem en mijn lied. Halleluja. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegenkroon, want u overwon, u overwon. Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. U draagt de zegenkroon, u overwon, u overwon. Elke muur wordt de bolwerk afgebroken. U draagt de zegenkroon. U overwon, u overwon. Elke muur wordt neergehaald. Heer, de bolwerk afgebroken. U draagt de zegenkroon. Want u overwon, u overwon. Ik geloof dat het vandaag tijd is om overwinning te nemen. Om in te stappen in die overwinning. Om in te stappen in de overwinning. Ja, Wietse komt met een woord en dat mag ik lezen. Wil je hand op je hoofd leggen? Bid mij na. In de naam van Jezus. Breek ik. Iedere vorm van toverij. Iedere bedekking. In de naam van Jezus. Wij breken. Iedere vorm van toverij.
die tegen deze gemeente komt. In de naam van Jezus. Heer Jezus, reinig mij met uw bloed. Ik zegen mijn slaap. Ik zegen mijn gedachten. Ik heb de gedachten van de Heer Jezus. En ik wandel onder de leiding van de Heilige Geest. Halleluja. Heer, zalf mij met olie. Geef mij nieuwe olie, Heilige Geest. Heer, zend uw engelen uit vanmorgen. En ontwortel iedere bron van toverij tegen mij. Of het nou de media is, de manipulatie, de indoctrinatie en de mind control. Ik breek het af in Jezus' naam. Amen. Halleluja, dank u Jezus. En we vieren dat hier een open hemel is. Halleluja. We vieren dat hier een open hemel is. Spreek maar uit, er is een open hemel hier. Er is een open hemel. Er is een open hemel hier. Er is een open hemel. Er zijn geen machten en krachten die de hemel kunnen dichtmaken. Er is geen macht en kracht die kunnen verhinderen dat wij onze Heer ontmoeten vandaag. Dank u wel, Jezus Christus. Dank u wel, Heer. U bent hier en wij zijn gezeten in de hemelse gewesten. En u bent hier op aarde met uw geest. Er is niets wat dat kan verhinderen. Uw engelen gaan op en neer en halen uit de hemel. En brengen uit de hemel wat wij hier nodig hebben. In Jezus' machtige naam. Er is geen macht en geen kracht die dat zou kunnen verhinderen. Elke kracht is onder uw voeten, Heer Jezus. En is daarmee onder onze voeten. Dank u wel, Vader. We aanbidden uw heilige naam, Jezus Christus. Teken ons dieper, breng ons dieper in. In uw aanwezigheid. Halleluja. Dank u wel, Jezus. Prijs hem die de wereld op.
dood kon u niet houden. De dood kon u niet houden, Heer. De dood kon u niet houden. De dood kon u niet houden, Heer. De dood kon u niet houden. De dood kon u niet houden, Heer. De dood kan mij niet houden. De dood kan mij niet houden. De dood kan mij niet houden, Heer. De dood kon u. De dood kon u niet houden. De dood kon u niet houden, Heer. Oh, 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 oh. U bent gezeten op de troon en nu regeert voor altijd. U bent gezeten op de troon en nu regeert voor altijd. Vrijheid, Jezus, is waar ik druk voor wil blijven, Heer. Waar we naar verlangen, Heer. Uw glorie, Jezus. Uw glorie. Weet je, ik ben aan het bidden, Heer, wat bent u aan het doen? En weet je, als er dan mensen naar voren komen die, profeten die naar voren komen, die iets losbreken, zeg jouw gedachte misschien wel, dat vind ik niet normaal. Mijn gedachten zeggen dat ook. Maar weet je wat nog meer niet normaal is? De geboorte van Jezus Christus door de Heilige Geest in een vrouw. Weet je wat nog meer niet normaal is? De opstanding van uit de dood van Jezus Christus. En zijn hemelvaart. Weet je wat nog meer niet normaal is? De scheppingskracht van God de Vader. En de bron die altijd stroomt. Weet je wat nog meer niet normaal is? Liefde die altijd overwint. Weet je, onze gedachten zijn altijd maar bezig om te beoordelen en iets te vinden. Maar het evangelie is niet via die route gekomen. Van het normale en iets vinden en de beperking van ons denken. Dus ik wil je vandaag uitdagen. Als je een profeet ontvangt voor wat hij brengt, ontvang je ook de loon, het loon van die profeet. En weet je, soms moeten we gewoon even beslissen met elkaar om te zeggen, we willen niet blijven bij het normale. Want dat is niet het evangelie, bij het gewone, bij de gewenning. Maar we willen daar doorheen breken. We hebben door de Bijbel en door de Geest van God hebben we er een geweldige tool voor gekregen. En dat is een tool wat je kan aan- en uitzetten. Het is niet iets wat je overneemt. Het is niet iets wat je gek maakt of bewijst dat je gek bent. Maar dat is
onze geestelijke taal met God. Tongentaal. En ik wil het expres even uitleggen. Voor degenen die het lastig vinden om hierin mee te komen. Want we zijn één familie. We willen dit samen doen. Maar Geet kwam zojuist naar voren en zei, en dat klikte bij mij. Zei, misschien is het goed om een tijd in tongen te bidden. Gewoon om onze hersenen, ons denken uit te dagen. En te zeggen, hersenen en denken, wat jij gewoon vindt, vindt God niet gewoon. Dat vindt God abnormaal. En wat jij abnormaal vindt, dat vindt God normaal. Zullen we gewoon even een tijd nemen? Zullen we allemaal gaan staan en gewoon in actie komen? Kom, laten we gaan staan. En gebruik je taal in de geest. Bid in het Nederlands als je die taal nog niet beheerst. Maar ga staan, activeer jezelf. Kom op gemeente, laten we gaan staan. Er is iets om door te breken in de hemelse gewesten. Doe mee, want er is een grote schat te winnen voor God. Dank u wel, Jezus. Jezus. En als je denkt, ja, maar tongentaal moet toch uitgelegd worden in de gemeente? Ik ga je de uitleg geven. Waarom spreken wij in tongen op dit moment? Om onze gedachtenpatronen te doorbreken. Om normaal te maken wat voor God normaal is. Om te zeggen, heren, uw Heilige Geest mag werken in mijn hart. Kom maar met uw vuur, Heer. Kom maar met uw liefde, Jezus. Kom maar, overweldig en overtuig mij, Heer, van uw grootheid, Heer. Ontmoet mij, Heer Jezus. Dat is wat je zegt als je in tongen bidt op dit moment. Dat is wat ik zeg als ik op dit moment door de microfoon in tongen bid. Kom tegen hen die hebben handa was sende we shiki ma sandra laba. Kom bar alaba hebben handa ma sende we shiki ma sandra was sundra laba. Kie me relebe hende me shiki ma sandra ba. Hora laba ba ba. Wow, dank u wel, Jezus. Oh, er is een geluid wat opstijgt naar de hemel op dit moment. Van zijn zonen en dochters. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Van uw zonen en dochters. Het geluid van uw zonen en dochters stijgt op naar de hemel, Heer. Halleluja. U bent hier, Jezus. U bent hier, Jezus. U bent hier, Jezus. Durf dieper te gaan, durf verder te gaan met je Heer. Jezus. U bent zo dichtbij, Jezus.
a beautiful name it is. What a beautiful name it is. What a beautiful Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Jesus. Death could not hold you, fields were before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you were raised to life again. Death could not hold you. Death could not hold you. The fields were before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival. You have no rival. No equal, now and forever.
Jezus. Zullen we gewoon met elkaar eens uitroepen? Jezus! Jezus! Nog een keer, Jezus! Die naam waar we met z'n allen in eenheid samenkomen. Die naam die samenvat onze theologie. Die naam die boven alle namen verheven is. Jezus Christus, Immanuel, Zoon van God, God met ons, de hoeksteen, verwerpelijk door de bouwers weggelegd, maar gebouwd tot een eeuwige tempel, zoals wij zijn. Onze bruidegom, ons morgenlicht. Dank u wel, Jezus, Heer der Heren, Vorst der Vorsten. Dank u wel, Jezus. Leeuw van Juda, Zoon van David, de leeuw maar ook het lam, Jezus Christus, geboren uit de maagd Maria, in een klein dorpje, maar gezeten op de troon vandaag, gezeten op de troon aan de rechterhand van God, van waar u zult weerkomen, Heer, om te oordelen de leven en de doden, halleluja, want u hebt overwonnen, Jezus Christus, u bent overwinnaar. U bent onze rabbi, onze profeet, onze apostel, onze leraar, onze herder, onze goede herder. Dank u wel, Jezus. U bent het goede nieuws. Dank u wel, Jezus Christus. We prijzen uw naam. Zullen we nog één keer een applaus geven? Zijn naam, Jezus Christus. Halleluja. Jezus Christus. De reden dat je hier bent. De reden dat je hier blijft. Halleluja, Jezus. Ja, halleluja, Jezus, onze vreugde, onze lof, onze eer, onze geschiedenis en onze toekomst. Maya, je mag komen. Halleluja. Laten we Maya een aanmoedigend applaus geven. Halleluja. Mijn lieve vrouw, ik ben zo trots op je, ik wil voor je bidden. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Heer, in alle dingen die we vanochtend gedaan hebben, gezegd de afgelopen week, wat er gaat komen en wat er nu is. Heer, het leven is Jezus. Dank u wel, Heer. Laat alles wat Maya spreekt, Heer, wat uit haar hart opkomt, Heer, uit uw goddelijke bron komen. Heer, laat haar mond de woorden spreken, Heer, die u eer geven. Die u opbouwt in mensen. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Be blessed. Dankjewel. Dankjewel, Wiebren. En dankjewel aan aanbiddingsteam. Peter, super bedankt. Ik heb je straks weer nodig, maar je mag voor nu even gaan zitten. Ja, dankjewel. Eigenlijk voordat ik begin, ik ontving van God een indruk voor iemand hier in de zaal en die wil ik eerst uitdelen. En die gaat voor iemand die vandaag jarig is. En ik weet niet of er vandaag iemand in de zaal is of via de livestream meekijkt. Of misschien kijk je het later terug en denk je, ja, ik was het, degene die 19 november jarig is. Maar zit er toevallig iemand in de zaal die jarig is? Nee. Maar dan ga ik hem uitdelen voor de livestream. Want dan geloof ik dat jij later zult kijken en dat jij het woord zult ontvangen wat ik voor jou ontvangen heb. En wat ik geloof over jou
is dat je het jubeljaar met God tegemoet gaat. Dat het jaar zult zijn waarin alles wat geroofd is, teruggegeven gaat worden. En ik weet dat je een heel moeilijk jaar achter de rug hebt. Maar God gaat zeggen, gaat je dubbel zegenen in het jaar wat voor je ligt. 2024 wordt jouw jaar. En daarmee wil ik je zegenen. Onder het bloed van Jezus. Dat de vreugde van de Heer het jaar zal zijn waarmee jij het jaar zult starten en zult eindigen. Amen. De afgelopen tijd hebben we veel gesproken over het is tijd. Boodschappen die urgent, met een urgente ondertoon. Omdat we geloven dat het tijd is, lieve mensen. Tijd is om jezelf klaar te maken en jezelf te trainen in de waarheid. En de waarheid is een persoon, lieve mensen. De waarheid is Jezus Christus zelf. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan tot de Vader komen, alleen door Hem. En daarom is het belangrijk dat je Hem leert kennen. Dat als Hij terugkomt, dat Hij jou kent, omdat jij Hem kent. En train jezelf in het kennen van Zijn woord. Lees het woord. Bestudeer het, mediteer het. Zorg dat je het kent en dat je diep en diep in je laat zinken. Zodat je klaar bent voor de dag die gaat komen. Het is belangrijk, lieve mensen. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Maar het is belangrijk om jezelf te trainen in dat woord. En het is eigenlijk net als een topsporter. Die traint voor de wedstrijd die komt. Want die weet dat die dag komt, dat die dag komt van die wedstrijd. En die wedstrijd komt er voor ons aan. Weet je, wij trainen. We trainen nu. Om zelf klaar te zijn voor die wedstrijd die komt. En daarom is het zo ontzettend belangrijk om Jezus Christus te kennen. En zijn waarheid te kennen. Amen. Weet je, in juni van dit jaar heb ik gesproken over vrijheid. En dat je alleen maar echte vrijheid kunt ontvangen in een bovennatuurlijk geestelijk leven. Er is alleen maar vrijheid te vinden in een geestelijk leven. Je bent vrij geworden door te gaan geloven in Jezus. Maar om echt vrij te zijn, moet je gaan geloven als Jezus. En dat staat ook in Romeinen. Romeinen 8 staat het. Dus je bent gered door je geloof in Jezus, maar door te geloven als Jezus. Geloven als Jezus zul je echt vrij zijn. Onthoud dat. En ik weet niet hoe het met jou zit of je jezelf gedipt hebt in dat woord. Telkens weer opnieuw en nieuw, opnieuw. Want ik wil en ik geloof en ik bid over deze gemeente. Dat deze gemeente bekend zal staan als een gemeente waar vrijheid te vinden is. Vrijheid door Jezus Christus zelf. Bovennatuurlijke vrijheid. Vrijheid die niet van de mensen komt, maar alleen van God komt. En dat is niet omdat ik het verlang, maar het is omdat God het zelf verlangt. De diepste kern van zijn aard is vrijheid. Hij is een vrij God met een vrij. Ja, hij is vrijheid. En als zij denken daar soms nog in de weg zit, weet je, daar heeft Wieben ook over gesproken. Luister de preek over bolwerken na. Heb jij nog bolwerken die je moet afbreken? We hebben er net over gezongen. We zongen over de bolwerken die God deed afbreken. Maar reinig jezelf en heilig jezelf. Onder het bloed van Jezus Christus, zodat je zijn woord en zijn waarheid diep in je kan laten zinken, zodat je kan spreken en kan zijn wie hij wil dat jij bent. En vandaag heb ik opnieuw een boodschap ontvangen, een preek ontvangen, waarvoor je eigenlijk opnieuw bovennatuurlijk moet leven. Het is een profetische boodschap, omdat ik geloof dat we dit keihard nodig hebben. In de komende tijd. En in de voorbereiding voor deze preek ervoer ik een hele zwaarte van God. Een diepe urgentie. En het overviel me continu. Een continue aanraking die zo intens was, waar ik eigenlijk geen woorden voor heb. Maar de aanwezigheid van God was zo sterk. Hij was zo intens aanwezig, omdat hij eigenlijk ons allemaal wil veranderen. En ons klaar wil maken.
En ik geloof dat daarom God deze ochtend op het oog heeft. Weet je, woensdag kreeg ik van een lieve zus uit de gemeente, ze had over mij gedroomd. Woensdag was hier gebeds- en aanbiddingsavond. En zij had al eerder tegen mij gezegd, ik heb over je gedroomd, dat je de mensen zult zalven met olie. En dat God dan machtige dingen gaat doen. Die zus gaf mij een kaartje met ook een flesje olie. Ik heb een andere olie meegenomen. Maar ik wil je bedanken, lieve zus, want het is een bevestiging. Want ik heb de vreugdeolie meegenomen. God, in de voorbereiding zei hij, en ik loop al een paar weken, misschien weten jullie het niet, met deze vreugdeolie op zak. Omdat God zijn vreugdeolie wil uitstorten. En vandaag ga ik, als je dat wil, aan het eind van de dienst, jou salven met deze olie. Als een bevestiging voor wat die zus heeft gezegd. En vandaag gaat ook mijn boodschap over de vreugde van de Heer is jouw kracht. De vreugde van de Heer is jouw kracht. Eigenlijk, direct nadat ik gesproken had in juni, zaten we aan de lunch en toen vroeg Wiebre, nou, je hebt het goed gedaan, waar gaat je volgende boodschap over? En toen zei ik, nou, weet ik niet hoor, dat laten we nog maar even. Maar hij zei, ja, God heeft iets op je hart gelegd. Waar gaat je volgende boodschap over? En eigenlijk, zonder er eigenlijk over na te denken, zei ik, the joy of the Lord is my strength. En eigenlijk kwam dat er gewoon uit. En niet dat ik er verder over na heb gedacht. Later ga ik je nog vertellen waarom ik er echt over ga spreken. Maar vandaag gaan we spreken over die vreugde. En gaan we met elkaar ontdekken wat God van ons verlangt in die vreugde. Maar voordat ik verder ga, wil ik eigenlijk eerst bidden dat het de Heilige Geest is die jullie gaat openbaren. En dat niet mijn woorden zullen zijn, maar dat Hij het is. Dus als je mee wilt bidden met mij, je ogen wilt sluiten. Heilige Geest van God. Op dit moment onderwerp ik mij onder uw autoriteit. En zeg ik, spreek. Spreek dat het niet mijn woorden zullen zijn, maar uw woorden zullen zijn. Dank u, Jezus, dat u vandaag zult komen met uw vreugde. Dat u uw vreugdeolie zult uitstorten in deze ruimte. Dat u mensen zult aanraken, opnieuw en opnieuw, met het besef van uw vreugde. Dank u, Jezus, voor wie u bent. En dank u wel voor alles wat u gedaan hebt. Heilige Geest van God, kom in deze zaal. Wil van God wordt gedaan. Koninkrijk van God, kom. En wil van God wordt gedaan in deze ruimte. Zodat uw vreugdeolie zal stromen. In Jezus' naam. Amen. God gaat zijn vreugdeolie uitstorten. Ik voel het. Ik ervaar het al. En geloof ook echt dat je je hart ervoor mag openzetten. Zet je hart open. De boodschappen van God zijn gratis. Genade is gratis. En zijn vreugdeolie is gratis. Vreugde is ook een van de cultuurwaarden die we hebben opgenomen in onze visie van de gemeente. Vrijheid, vreugde en vrede. Ze hebben ze drie bij elkaar gezet. Vrijheid heb ik de vorige keer over gesproken. Vrijheid ontvang je door een bovennatuurlijk geestelijk leven. En vruchten van je geestelijk leven, dat zijn er eigenlijk 9. Maar één van die vruchten is vreugde. Die dus zichtbaar is als jij vrijheid hebt, het geestelijk leven hebt. Vruchten zijn vrede, liefde, geduld, zachtmoedigheid, maar ook vreugde. Eén van die vruchten is vreugde, lieve mensen. En we gaan vandaag kijken naar die vruchten van de geest. Die je eigenlijk ook alleen maar ontvangt in een bovennatuurlijk leven. En ik maakte voor de grap al de opmerking van, zal mijn volgende boodschap over vrede gaan. Maar vanochtend werd de vrede van God over me uitgebeden, dus toen dacht ik het wel. Maar dat weet ik niet. Dat zullen we toch zien. Maar eigenlijk toen ik echt ging spreken, of wist van, nou nu staat de datum, toen dacht ik, ik wil echt nog wel even aan God vragen. Wat ik in juni zei,
Is dat wat u wilde waar ik over sprak? Dus ik nam tijd om God te zoeken. En toen zei hij tegen mij, eigenlijk, there is something with endurance. Er is iets met uithoudingsvermogen, volharding. En ik zei, Heer, ik snap het niet helemaal, maar eigenlijk vrij snel daarna zei God, het is hetzelfde, Marja. Vreugde en volharding, het is hetzelfde, er staat een is-teken tussen. Het is als woord en geest, het is als bid en werk. Vreugde en volharding horen bij elkaar. Je kan het niet los van elkaar koppelen. Je hebt vreugde nodig om te volharden. Je hebt volharding alleen maar door vreugde. En dat is wat God ons duidelijk wil maken vandaag. En daarom gaat God spierkracht uitdelen. Nieuwe spierkracht. Het is spierkracht om straks te volharden door die vreugde. Het is spierkracht die jullie allemaal gaan krijgen, die ik ook ga krijgen. En we gaan de Bijbel openen. Want ik wil met jullie een hele belangrijke tekst lezen en ook een hele bekende tekst. Ik zei natuurlijk, waar ging ik over spreken? The joy of the Lord is my strength. En iedereen kent die tekst. Iedereen kent die belangrijke tekst. Hij staat in veel huizen op de muur. De vreugde van de Heer is mijn kracht. Of als je ergens binnenkomt, zie je het staan. Maar wat zegt God daar echt? Wat zegt God in Nehemia 8? En dat wil ik met jullie vandaag onderzoeken. Want de diepte van die kern, van die tekst, is heel wat anders dan wat we soms misschien wel denken. En ik wil jullie wat context geven. Michael heeft hier in september gesproken over de tijd van Nehemia en Esra. En misschien heb je die boodschap gemist. Luister Michael's boodschap nog even na. Want daar gaat het heel erg over de geschiedenis rondom de herbouw van de tempel. En de herbouw van de stad Jeruzalem. En dat Nehemia en Esra, dat is in dezelfde tijd geschreven. Het zijn bijbelboeken die je eigenlijk gewoon naast elkaar kan leggen. En daardoor zie je ook overlappingen van namen die terugkomen in Nehemia en Esra van dezelfde personen. En Nehemia was de persoon die bovennatuurlijk in 52 dagen de muren van de stad Jeruzalem herbouwde. En Esra is een priester uit het hoge priesterlijk geslacht die betrokken is bij de herbouw van de tempel. En we gaan lezen in Nehemia 8 vanaf vers 1. En eigenlijk is het een heel bovennatuurlijk moment, hè, dat het volk Israël vanaf, ze zaten al jaren in ballingschap en koning Kores krijgt op een wonderbaarlijke openbaring dat hij het volk Israël moet terugsturen naar Jeruzalem om de stad en de tempel te herbouwen. En eigenlijk Nehemia 8 is het moment dat de muren van de stad herbouwd zijn. En eigenlijk gaan we dus lezen, als je een Bijbel bij je hebt mag je meelezen in je Bijbel, anders lees ik hem gewoon voor en staat het op de biemen. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Esra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Esra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Zowel mannen als vrouwen en al wie wat het verstand betrof in staat was ernaar te luisteren, op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt, vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Esra, de schriftgeleerde, stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond, en dan staat er een heleboel namen van leiders die links en rechts van Esra stonden. En Esra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Esra loofde de Heer, de grote God, en heel het volk antwoordde onder opheffen van handen. Amen, amen. En zij knielden en bogen zich neer voor de Heer met het gezicht ter aarde. En dan staat er opnieuw een rij namen van leiders die samen met de Levieten het volk onderwezen in de wet. En het volk stond op zijn plaats.
Zij lazen uit het boek voor, uit de wet van God, en gaven uitleg en verklaarden de betekenis, zodat men de voorlezing begreep. En Nehemia, hij was zijn excellentie de stadhouder, Ezra de priester en de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tegen heel het volk, deze dag is heilig voor de Heer uw God. Rouw dan niet en huil niet. Heel het volk huilde namelijk toen ze de woorden van de wet hoorden. Verder zei hij tegen hen, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt. Want deze dag is heilig voor onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. De levieten deden heel het volk zwijgen door te zeggen, wees stil, want deze dag is heilig. Wees daarom niet bedroefd. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken en om uit te delen en om grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun bekend had gemaakt. Weet je, wat ik dan altijd doe, is het even voor me zien. Weet je, stel je het eens voor, die hele menigte mensen. Die voor het eerst weer daar bij die waterpoort waren. Van de vroege ochtend tot de middag. Laten we zeggen, van 6:30 ochtends tot 1:30 middags. Continu luisteren naar het woord van God. Continu zich laten inzinken door wat ze hoorden. De hele tijd aandachtig luisteren. Geen koffie, geen pauze. 6 uur lang zichzelf voeden onder het woord van God. En die mensen waren hongerig, lieve mensen. Ze waren hongerig om het woord van God te horen. Ze hadden niet eens honger. Ze waren alleen maar bezig met het woord te ontvangen en ze zonken het in. Er stond in iedereen die het verstand betrof konden naar luisteren. Je moet beseffen, het volk was jaren in ballingschap geweest. Het was voor het eerst weer sinds een hele lange tijd dat ze daar stonden. En voor het eerst werd er weer uit de wet van Mozes gelezen. Jarenlang hadden ze dat niet gehad, want er was geen plek. Er was geen plek. Ja, het volk werd vroeger voorgelezen uit de wet bij de tempel. Dus het was echt weer zo'n moment. En ja, je kan je voorstellen dat ze dan gaan huilen. Weet je, ik kan me dat voorstellen, dat ze beginnen te huilen. Ze beginnen, ik denk ook dat het zal een jammerklacht zijn geweest. Het was niet huilen, want als je het bestudeert, het is niet huilen vanwege berouw. Het was niet huilen vanwege spijt. Het was huilen vanwege een ikgericht gemis. Ze waren eigenlijk alleen maar met zichzelf bezig. Het hele volk baalde dat ze dit al zo lang hebben moeten missen. Ze waren met zichzelf bezig. Ze waren ikgericht. Want eigenlijk zien we ook pas later in de Bijbel, als je doorleest in Nehemia 9, dat er pas berouw komt. Want er was eerst iets anders nodig. Er was eerst iets anders nodig. En daarom worden de leiders boos. Ze zeggen stop. Stop met dat gejammer. Stop met dat gejammer. Heilig jezelf. Heilig jezelf. Heilig jezelf. Deze dag is heilig voor de Heer uw God. En rouw dan niet. Vier feest. Vier feest. De leiders van het volk worden eigenlijk heel boos. Het is een berisping. Ze staan er allemaal zielig te zijn. En het was een jammerklacht. En ineens, in één keer, weet je, als de leiders zeggen, zwijg, zijn ze stil. Ik denk ook, hoe moet dat klinken? Hoe zal dat klinken? En eens, het was zo'n jammerklacht en ineens is het stil. Muisstil. En ze zwegen onder de machtige hand van God. En dan krijgen ze die opdracht. Wees niet bedroefd. Want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Ze wilden de mensen naar een andere plek brengen. De plek van dankbaarheid. Het volk moest dankbaar zijn dat ze hier weer waren. Dankbaarheid brengt vreugde. Dankbaarheid brengt verderop ook berouw en bekering. Dat is wat je ziet. Maar het begint vanuit dankbaarheid. En daarom zeggen ze,
Wees dankbaar dat we hier weer staan, na jaren. Ga feest vieren, ga eten koken, ga uitdelen. Ga het uitdelen aan mensen die niet hebben. Weet je, vreugde is aantrekkelijk, lieve mensen. En vreugde wil je uitdelen. En daarom zeggen de leiders, hup, ga eten koken. Hup, maak voor genoeg. En we gaan het uitdelen van wat we ontvangen hebben. Vier vreugde. Kies voor dankbaarheid. En je ziet ook dat ze dan in Nehemia 8 ook het woord van God echt herinneren. En dat ze het Loofhuttenfeest gaan vieren. Ze hebben sinds Jozua niet meer het Loofhuttenfeest gevierd. Het feest van de dankbaarheid dat ze uit Egypte zijn vertrokken. Dat komt pas op het moment dat ze echt beseffen, oh, we zijn niet zielig. We zijn hartstikke blij. Want God heeft ons hier gebracht. We zijn hier eindelijk weer. Weet je, en dan kijk ik ook even met jullie naar onszelf. Hoe zit dat eigenlijk met jou en met mij? Kunnen we soms ook niet soms zo huilen over wat we gemist hebben of waar we teleurgesteld over zijn? Weet je, zitten we in onze eigen pity party? Zijn we soms te vaak niet bezig met alles wat niet goed gaat en wat we missen? Weet je, 2 weken geleden sprak Jubel nog over het good report. Geef jij altijd een goed report, een goed getuigenis? Of is het eerste waar jij mee komt als je met je vrienden spreekt over alles wat er niet is? En wat je gemist hebt en waar je zo teleurgesteld over bent? En zit je in die pity party? Ik geloof dat God ook tegen jou wil zeggen, draai het om. Kies voor dankbaarheid. Hoor bij de 2 in plaats van de 10 verspieders. Geef een goed report. Want dat verandert alles, lieve mensen. En ik weet dat we allemaal, zover als ik weet, en als het niet zo is, dan wil ik aan het eind van de dienst met je bidden. Maar de meesten van ons kennen Jezus Christus. En ik geloof misschien, als je hier nog niet zit en je kent Jezus niet en je wordt aangeraakt door deze preek, dan wil ik aan het einde van de dienst dat je niet naar huis gaat zonder dat je Jezus Heer van je leven hebt gemaakt. Maar ik geloof, de meeste van ons, weet je, al zeg je van Marja, ik heb niks om voor te danken. Ik heb dat niet. Dan kan ik je naar 1 moment wijzen waarvoor je wel kunt danken. En dat is het moment waarvan jij weet, I was lost, but now I'm found. I was lost. Ik was verloren. Maar nu ben ik gevonden. Weet je, voor ieder van ons is dat het moment. Als je daaraan denkt, dat verandert alles, lieve mensen. I was lost, but now I'm found. Weet je, vreugde over jouw redding is eigenlijk ook het grootste bewijs van jouw redding. Vreugde over wie jij bent is eigenlijk het grootste bewijs van jouw redding. Want vanaf het moment dat jij gered bent, heeft God eeuwigheidsperspectief in jou geplant. Het is niet meer vandaag. Je kan eigenlijk terug naar het moment van je bekering, maar je kan ook Jezus voor je zien. En je zegt, one day, I will live, ik wil voor altijd bij u zijn. En weet je, dan kan die vreugde komen vanuit, daar kunnen ook dankbaar en tranen komen. Vreugde kan ook vanuit tranen zijn. Maar het is een andere vreugde, of het zijn andere tranen. Het is niet tranen vanwege zielige doen, maar dit is tranen omdat je dankbaar bent. En ik geloof, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik aan dat soort momenten terugdenk, dan shift er iets in mij. Dat shift alles onder de machtige hand van God. En dan ga je stralen, lieve mensen. Dan verandert jouw leven. Sinds jouw bekering is de Heilige Geest van God in jou komen wonen. En heeft die woonplaats gemaakt in jou. En is dus de vreugdebron, Jezus zelf, in jou. Hij zit in jou, lieve mensen. Je hoeft niet op zondag te komen om je vreugde op te halen. De vreugdebron is in jou.
En die is dus ook niet afhankelijk van de omstandigheden waarin je zit. Want die staat boven de omstandigheden. Het is het bovennatuurlijk leven. Je hebt een natuurlijk leven, maar we hebben ook een bovennatuurlijk leven. En dat is, een vrucht daarvan is die vreugde. In mijn voorbereiding werd ik ook bepaald bij Corrie ten Boom. En God wees mij erop om een aantal boekjes van haar te kopen. En we hebben er een paar besteld en die heb ik doorgelezen. Weet je, en dan begin ik, misschien voel ik me emotioneel, maar zij was een vrouw. En ik weet niet of jij haar leven kent, maar zij heeft, dan ga het maar bestuderen, maar zij heeft in hele bizarre omstandigheden gezeten. Maar vreugde was elke dag haar deel. Altijd was deze vrouw vol vreugde. Altijd. Iedereen die zij ontmoette, ja, besmette zij met die vreugde. Want eigenlijk vreugde kun je delen, lieve mensen. En een van haar quotes is ook: God wil niet dat we afhankelijk blijven van flesvoeding. Hij wil dat je overvloedig verkwikt wordt door de waterbron die in jou zit. Weet je, dat is die bron die in je zit. Wietse had het over de bron die we nieuw wakker willen slaan. Ik wil die vreugdebron in ons allemaal weer wakker slaan. Ik wil dat je op je hart klopt en in je ziel klopt van die vreugdebron, die moet weer open. Die hebben we nodig, lieve mensen, die vreugdebron. We lazen over de waterpoort, hè? Het volk stond bij de waterpoort. Maar weet je wat de waterpoort, Jeruzalem heeft heel veel poorten. Maar weet je wat de waterpoort betekent? Dat was de poort waardoor het water vroeger naar de tempel, dat was de bron, werd gebracht. Vroeger, in de tijd voor Jezus, moest het volk Israël elke keer bij de tempel hun bron laten vullen. Maar nu, sinds de Heilige Geest is gekomen, zit die bron in jou. En dat is wat Corrie ten Boom ook bedoelt. Jij hoeft niet meer flesvoeding te krijgen. Je hoeft niet meer naar de tempel om jezelf op te vullen. Je hoeft niet meer met je broers en zussen te komen. Dat kan je wel helpen, want je kunt het delen. Maar als het goed is, kun je het brengen. Kun je die bron die in je zit slaan, zodat je elke dag kunt tippen uit die vreugdebron. Want wij hebben de Heilige Geest, lieve mensen. Het volk Israël moest naar de tempel om het te halen. Maar wij hebben dat niet meer nodig. En dat is echt veranderd. Moeder Teresa, ook iedereen kent haar waarschijnlijk wel. Zij was een zus met een groot hart voor missie. Ook een van haar belangrijke quotes is: wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken. Wie vol vreugde is, predikt zonder te prediken. En wat predik jij? In deze tijd, in deze wereld, op dit moment, als je kijkt op je werk, op de school, in je klas, wat predik jij? Wat predik jij? Is de vreugde van de Heer van je af te zien? Ben je altijd vol van die bron? Weet je, ik wil ook speciaal nog even naar jullie jeugd. Vorige week zijn jullie op kamp geweest. En dat kamp was een beetje anders als anders. Weet je, normaal zijn het kampen waar je echt diensten hebt en waar je onder de kracht van God bent en waar je opgeladen en huilt samen. Maar dit keer was het een kamp om te strijden. Te strijden in die bootcamp om vol te houden. Te strijden samen bij Open Doors om te zien voor de vervolgde christenen, om te ervaren wat dat is. En Menno sprak die eerste dag over die olie die je dan nodig hebt om vol te houden. En dat wil ik ook echt speciaal tegen alle, misschien ook wel jonge mensen zeggen. Het was bewust dat dit kamp zo was. Omdat we jullie willen leren. Omdat de leiders jullie dit wilden leren. Je moet soms volhouden. Het is niet vandaag besteld, morgen in huis. Je moet ervoor werken, lieve mensen. Jullie moeten werken. Ja, ook ons, wij. Wij kunnen net zo hard leren. Maar jullie generatie is nog veel meer zo. En je moet soms door iets heen worstelen om elke keer weer te beseffen dat je die olie moet aanvullen. En dat geldt voor ons allemaal, lieve mensen. Ik denk dat we nog, misschien kunnen we soms nog meer leren van die jongeren, want zij gingen bootcampen en de meeste leiders stonden aan de kant, hoor.
Nee, ja, Bianca. De jeugd heeft gebootcamped. Er waren volgens mij maar 2 of 3 die zijn. Ik weet, Edwin is ziek zelfs nu. Maar hij ging hoor. En Annemiek, ja, er waren een paar echte. 5 uur lang, hè? Het was ook niet even een uurtje, nee. Hup, hup, hup. Ja. Ik ga snel door, maar de visie van de gemeente, visie van RAVO Amersfoort. En eigenlijk wil ik dat je met mij het even voor ogen ziet. Dus als je wilt, sluit je ogen en probeer het jezelf voor te stellen wat wij voor ons zien. Daar staat boven, in het licht van Jezus' gezicht, zien wij een menigte stralende mensen. In het licht van Jezus' gezicht zien wij een menigte stralende mensen. Wij zijn stralende mensen omdat we bij Jezus zijn geweest. We zien een menigte mensen vol verwondering over wie Hij is. Veranderd naar zijn beeld. De wereld transformeert door ons heen. De aarde wordt vol van zijn koninkrijk. Een plek waar Hij zich thuis voelt. Wij, jij en ik, wij zullen stralen. Zoals de zon, zegt de Openbaringen. We worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, Jezus Christus zelf. En wij worden herkend als mensen die bij Jezus zijn geweest. Wat zie jij? Wat zie jij, lieve mens, lieve broer, lieve zus? Wat zie jij? Je mag je ogen weer openen hoor, als je dat wil, maar... Het is in die Bijbeltekst, Nehemia 8, waar ook de leiders tegen het volk zeggen, je bent nu op een plek waar je bovennatuurlijke kracht nodig hebt. En dat krijg je niet door in verdriet te blijven. Die bron van die kracht is vreugde. Vreugde is onbetaalbaar, lieve mensen. Vreugde komt ook van het Griekse woord chara, charis. Wat genade betekent. Eigenlijk is dat hetzelfde woord. Besef dat, lieve mensen. Daarom is ook die vreugde over jouw redding. Moet zo van jou zichtbaar zijn. Dat is die charis vreugde, die chara. Hetzelfde. Jezus straalt van jou af, lieve mensen. Omdat je gered bent. En dat moet aanstekelijk worden. Dat is aanstekelijk. Ik wil ook met jullie kijken naar Jezus. Wat deed Jezus zelf? Jezus stond voor die onmogelijke, onmenselijke opdracht. Onmenselijk. Een opdracht die niemand zou kunnen volbrengen. Maar wat staat er in Hebreeën 12? Lees maar met me mee op de bieren. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Jezus zag het voor zich en had vreugde al vooraf, voordat hij die weg moest gaan. En die vreugde was omdat hij zag dat de toorn van God nooit meer op jou zou komen. Die vreugde maakte dat hij die hele weg kon gaan. Die lijdensweg kon ingaan. Hij was elke dag vreugdevol daarin. Omdat hij dacht, maar als ik aan het einde ben, dan komt die toorn van God nooit meer op deze mensen. En daarvoor zag hij jou en mij voor zich, lieve mensen. En dat maakte dat hij het volhield. En God geeft ons daarom ook die Bijbelse opdracht. De vreugde van de Heer is je kracht. Niet de kracht van de Heer is je vreugde. Nee, vreugde geeft kracht. En weet je, dat is niet een lachje op je gezicht of een grinnikje. Nee, vreugde is een uitbarsting. Binnen in jou. Van de aanwezigheid van God. Die alles
doet buigen onder de heerschappij van God. Vreugde is een uitbarsting binnen in jou van de aanwezigheid van God. Dat alles doet buigen onder de heerschappij van God. Alles buigt onder de heerschappij van God door die vreugde. En daarvoor moet je soms volharden in wat je voor ogen ziet. En dan heb je die vreugde. Uit de boeken van Corrie ten Boom weten we dat zij dat kon. Uit de Bijbel weten we dat Jezus dat kon. En hoe doe ik dat dan? Dankbaar zijn over wat God gedaan heeft. Weet je, ik heb genoeg moeten volharden in mijn leven. Weet je, luister dan die andere boodschap nog maar eens na. En dan kan ik je nog wel 10 verhalen vertellen. Maar dankbaar zijn over dat ik hier sta. En vooruitkijken naar wat God nog gaat doen. Ik zie die menigte mensen, lieve mensen. Ik zie die menigte mensen die stralend staat in Gods aanwezigheid. Ik zie de velden en de pleinen vol van Amersfoort en de omstreken. De mensen die God aanbidden. Mensen die hun leven geven voor Jezus zelf. En dat geeft mij vreugde, lieve mensen. Daarom ga ik door. Weet je, het is terugkijken vanuit dankbaarheid en voor je zien. Dat is visie over waar je naartoe gaat. Psalm 16 zegt ook, ik stel me de Heer voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. U maakt mij het pad en leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Dank u, Jezus. Vreugde is een daad van geloof, lieve mensen. Vreugde trekt jou naar de hartenklop van God. En vreugde is niet de vrucht van iets wat goed gaat. Er zijn ook in de Vandalen 2 betekenissen over blijdschap en vreugde. Vreugde is iets wat je continu kunt hebben en blijdschap is iets wat komt en gaat. Maar het is die vreugde. Jezus heeft het over de vreugde. Hij wil niet dat we iets wat komt en gaat, iets wat je steeds weer even nodig hebt. En vreugde is ook niet het ontkennen dat dingen er wel zijn. Dat is vreugde niet. Maar vreugde, er is iets in vreugde hebben voordat dingen veranderd zijn. Dat is echt anders, lieve mensen. Vreugde hebben over het wonder dat nog moet gebeuren. Dan dat je het al voor ogen ziet. Vreugde hebben nu je portemonnee leeg is en zeggen, dank u Jezus dat ik deze dag weer door ben gekomen. Dank u Jezus dat u mijn voorziener bent. Weet je, en dan komt geloof. En dan ga je stralen, dan ga je vertrouwen, dan ga je... Weet je, het is niet zoals we soms... Het is niet logisch. Weet je, de Bijbel, om je over te geven aan de Bijbel, zijn vaak geen logische dingen. Het is gewoon overgeven. Dat is onze eerste cultuurwaarde. Geef jezelf eraan over. En dan geloof je dat God het door je heen gaat doen. Het is echt anders, lieve mensen. Jacobus 1, vers 2 zegt, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeking terechtkomt. Want de beproeving van uw geloof brengt volharding. Jezus kon dat kruis verdragen door de vreugde van wat hij voor zich zag. In Johannes 17, volgende tekst op de biemen, zegt Jezus vlak voor zijn lijden. Vader, ik bid dit, terwijl ik nog in de wereld ben, omdat ik wil dat zij vol zullen zijn van de blijdschap die ik heb, zodat de vreugde in hen wordt overvloeid. En om die vreugde te ervaren, lieve mensen, moet je iets loslaten. Vreugde, als vreugde weer kan stromen, moet je iets loslaten. Er zijn zelfs therapieën ontwikkeld tegenwoordig, om lachtherapieën. Om mensen te helpen dingen los te laten, om te helpen vergeven. Er staat zelfs wetenschappelijk bewezen dat een kind 400-500 keer per dag lacht. En een volwassene, naarmate die ouder wordt, maar 10
keer. Dat, en soms zijn dezelfde meningen over verdeeld. 5 à 10 keer per dag. Weet je? Dus dat zegt wat over hoe vast wij zitten, lieve mensen. En daarom voor vreugde moet je dingen loslaten. En een kind is onbevangen. Maar ik wil niet dat we een verbitterd, teleurgesteld volk zijn. Maar ik wil dat wij een volk zijn wat uitdeelt van de vreugde van God. En dat anders is dan de wereld. Wij stralen van vreugde. Omdat Jezus ons gered heeft. En omdat we weten waar we naartoe gaan, lieve mensen. En dan maakt het niet uit waar we vandaag zijn. Maar we weten dat we onderweg zijn naar die dag. Weet je, soms is het, lijkt het dan zo makkelijk. Hè? Maar ja, ik ben niet zo iemand die dat kan. Wat je ook heel makkelijk kan doen is even je ogen sluiten als je je echt heel vervelend voelt en God een vraag stellen. Dan zeg je, Heer, ik voel me vandaag zo rot. Hoe voelt u zich? Ja, weet je, of maakt u zich ook zorgen? Nee, tuurlijk niet. Weet je, en dan verandert alles. Dan is het daar weer instappen en zeggen, u bent zo anders. Weet je, en meteen komt dat geloof en die hoop weer en kun je weer verder. Soms is het gewoon even het waar je in zit even opzetten en in een vraag naar God toezetten. En zeggen, hoe denkt u daarover? En God is de God, hij heerst over het hele al, lieve mensen. Hij maakt zich geen zorgen. Peter, je mag wel vast komen. Ik ga zo afronden. Weet je, iedereen kent ook wel het verhaal van Stefanus in de Bijbel. Stefanus was de eerste christelijke martelaar. En over hem werd geschreven dat, terwijl dat hij gestenigd werd. En ik heb die teksten, ga ik niet meer, mag je thuis opzoeken in Handelingen. Weet je, ze zagen, terwijl dat hij gestenigd werd, had hij zijn blik al op Jezus gericht en straalde zijn gezicht als een engel. Straalt jouw gezicht als die van een engel, lieve mensen. Pythagoras, een bekende filosoof. En iedereen kent hem wel, de stelling van Pythagoras. Maar Pythagoras had ook één hele belangrijke quote. Ik ben van de quotes, hè, lieve mensen. Als je vreugde wilt vermenigvuldigen, moet je haar delen. Terug naar Nehemia 8. Wat zeggen de leiders tegen het volk? Ga naar huis. Kook. Vier feest. Deze dag is heilig voor de Heer. Maak een feest van en deel uit aan wie er niet heeft. Als je vreugde wilt delen of vermenigvuldigen, moet je haar delen. Dat zeiden de leiders. Hup, schiet op. Ga naar huis. Ga koken. Ga zorgen dat je genoeg eten hebt en vier feest vandaag. Want deze dag is heilig voor de Heer uw God. Ze krijgen het standje om het anders te doen. Om anders te zijn, lieve mensen. En ik weet niet hoe het met jou zit. Deel jij je vreugde uit. Deel jij je vreugde uit overal waar je komt. Filippenzen 4 zegt, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Psalm 34, nog een paar. Ik heb een paar teksten opgeschreven, maar er zijn er zoveel. Wie naar u opzien, wie naar hem opzien, stralen van vreugde. En Habakkuk 3 zegt, al zal de vijgenboom niet bloeien, al zijn al mijn omstandigheden nog steeds hetzelfde, ben ik nog steeds niet genezen, heb ik nog steeds mijn portemonnee leeg, heb ik nog steeds de man niet gevonden van mijn dromen, al is er morgen oorlog, al kan ik morgen niet meer over Jezus praten in het openbaar, al kan ik, nou ja, vul maar in, toch. Zegt Habakkuk, zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de Heer die mij redt. En Jesaja 54 zegt dit, shout for joy. Breek uit in gejuich en gejubel. Shout for joy, lieve mensen. Breek uit in gejuich en gejubel, gij kinderloze vrouw. Dus ga vast juichen over het kind wat nog gaat komen, al heb je hem nog niet. Breek uit in gejuich en gejubel, lieve mensen. En misschien denk je nu wel, Maya, wat sta je hier te doen? Hebreeën 12 staat, zegt, sta op. Weet je, iets verderop zegt, sta op. Strek je knikkende knieën. Ga staan voor wat je bent.
Het is tijd, lieve mensen. Het is tijd om je vreugde uit te delen. Het is tijd om te gaan staan en gaan stralen, zodat de wereld gaat zien. De mensen om je heen gaan zien dat wij iets hebben. Wat we kunnen uitdelen. Het is anders, lieve mensen. Het is anders, lieve mensen. En ik heb mijn olie meegenomen. Jesaja 61, die twee teksten wil ik mee eindigen. Ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Omdat de geest van de Heer op mij is. Omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezalfd met vreugdeolie in plaats van rouw. The oil of gladness, de vreugdeolie. En in Psalm 45, je mag de hele psalm lezen, staat: daarom heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mille, aloë en kaneel. Vreugdeolie, deze olie bevat mirre, aloë en cassia, dat is kaneel. Weet je, die dezelfde betekenissen mag je thuis opzoeken. Maar die zijn hartstikke prachtig. En God herkent jou. Weet je, we hebben ook een geur, lieve mensen. De geur van Christus is de geur van de vreugdeolie. De geur van Christus is de geur van de vreugdeolie. Christus, weet je, Sarah zegt wel eens, oh, je ruikt naar mama. Of je ruikt naar papa. Maar de geur van de bruid van Christus, lieve mensen, is de geur van de vreugdeolie. En wij hebben een geur die van ons afstraalt, die van ons afruikt, die tot in de verre uithoeken te ruiken is. En dat is die vreugdeolie, lieve mensen. Zorg dat je ruikt naar de olie van Jezus Christus. Zorg dat je ruikt naar Jezus Christus zelf, zodat het aantrekkelijk is. Dat het van je afgeurt. En ik geloof dat het dus tweeledig is. Je olie bij laten vullen maakt ook dat je er ergens naar ruikt. En Jezus herkent zijn bruid aan de geur. Weet je, het is ook, je hebt olie, maar die olie ruikt ook ergens na. En Christus gaat rond straks. En dan, daar zit er weer een. En Hij ruikt jou. Hij ruikt jou, lieve mensen. Zorg dat je die olie hebt. Dat je genoeg van deze olie hebt. Zodat je elke dag zult ruiken naar Jezus Christus zelf. Want Hij ruikt zelf naar deze geur. Hè? Het is ook zijn geur. Ik ga nu echt afronden. En ik geloof dat als jij zegt, Marja, Libri mag wel vast komen. Ik wil me opnieuw laten vullen door deze olie. Ik wil me nog nieuw vandaag naar huis gaan. Geurend met de olie van de vreugdeolie. Dan wil ik je salven met deze olie. Maar ga niet naar huis zonder dat je je bron hebt geslagen. Jezus zelf. De bron van vreugde die in ons zit. Shout for joy, lieve mensen. Heilige Geest van God, kom. En vul deze ruimte met uw vreugdeolie. Dank u wel. Dank u wel dat u ons zult herkennen aan de geur van Christus. De geur van de olie van mirre, aloë en cassia. Dat dat de geur zal zijn van de bruid van Christus. Dank u, Jezus. Jezus. En ik zie voor me die menigte stralende mensen. Vol verwondering over wie Hij is. Veranderd naar zijn beeld. De wereld transformeert door ons heen. De aarde wordt vol van zijn koninkrijk. Heilige Geest van God, maak ons stralende mensen, omdat we bij u zijn geweest. Amen. 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 Halleluja. Wil je nog een lied zingen? Oh, wauw. We zullen zo die activatie doen. Sarita, wil jij iets vlaggen? Van naar voren komen. Op de olie. Weet je wat me zo raakt?
onze Heer is zo ver gegaan. Dat hij zich heeft laten uitpersen als olijven. De Heer is zo ver gegaan. Hij heeft overwonnen. En mag ik het zo zeggen? Ik gun het hem dan zo. Dat iedereen voor hem kiest. Wij, ik, zij. De hele wereld. En als ik dat dan voor me zie, wat Maya zegt. Menigte van stralende mensen. Die opkijken naar hun Heer. In aanbidding. En in dankzegging. En daar breekt mijn hart voor. Ja, Heer. Daar wil ik voor strijden. Daar wil ik voor offeren. Gun het onze Heer zo. Dat hij krijgt wat hij verdient. Amen. Dankjewel Maya voor je schitterende woord. Zullen we gaan staan? En als je zegt ja, Maya, ik wil... Wow, stokken. Is iedereen weg ineens? Ja, Maya, ik wil ook graag gezalfd worden met die vreugdeolie. Ik weet niet waarom. Misschien weet je wel waarom. Misschien zeg je, ja, ik wil gewoon. Ik wil niks missen. Kom dan gewoon nu naar voren. Kom uit je rijen en zeg, ja, ik wil van die olie op mijn voorhoofd krijgen. Kom dan gewoon hier in rijen staan. Kom zo ver staan dat er iemand hier tussendoor kan. En als deze... Helemaal van muur tot muur, want ik denk dat er veel mensen gaan komen. Blijf maar daar bij de muur staan, als je daar bent. En zorg dat er één iemand hier tussendoor komt. En dan wil ik heel graag dat er nog een tweede rij erachter gemaakt wordt. Zeg maar ter hoogte van de stoelen, hè? Dus vlak voor de stoelen. Dus de mensen die hier bij de voorste rij zitten misschien. Als je zelf wil meedoen, blijf je natuurlijk staan. Nog een tweede rij maken. Maya, ga inderdaad maar zalven. De vreugdeolie van God. De vreugdeolie van God. Doe maar een stap naar achter als je in de tweede rij staat. Dat je zorgt dat Maya daar tussendoor kan. Dank u wel, Jezus. En dan gaan we zo de dienst afronden. Terwijl Maya gewoon de vreugdeolie van Jezus Christus uitdeelt. Oh, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw goedheid, Heer. Dank u wel voor uw kracht. Dank u wel voor de heerlijkheid die u bent zelf, Heer. Zo zeggen, de heerlijkheid van God, de glorie van God, laat die komen. Dan wil ik eigenlijk niet dat er iets komt, maar dat u komt. Want u bent de glorie, u bent de heerlijkheid, Heer. Heer, wat kunnen we van u genieten? En wat hebben we weer van u genoten, Jezus Christus? Vader, wat bent u goed. Heilige Geest, wat u mooi, wat werkt u fantastisch. En ga met ons mee en ik zegen de gemeente als we weer onze weg gaan. Ik zegen de gemeente in fellowship zo direct. Ik zegen de gemeente dat ze één van hart is. Ik zegen de gemeente dat ze de vreugdeolie ophaalt. Er is iets met de olie. We moeten het over de olie hebben, lieve broer en zus. Haal je olie op. In de naam van Jezus Christus. Ministry team mag ook. Maya vraagt of het ministry team wil komen om haar te helpen met zalven. Ik breng je olie mee. Ik zegen de gemeente in Jezus' machtige naam. Ga met vrede. En als je nog wil, kom naar voren om de olie op te halen zo direct. Dank u wel, Jezus. We sluiten de dienst af. En ministry team, jullie mogen spelen. Mogen wat zingen voor de eer van God. Ja, terwijl er bediend wordt, is er maar één ding wat we het beste kunnen doen. En dat is ons oog richten op Jezus. En daarom zingen we een aanbiddingslied. En zing het mee en richt je oog op Hem. A thousand generations falling down in worship. All have gone before us.
Your name is the high.